Veel mensen hebben dat zien gebeuren. Wat betekent dat voor de stad? Nou, we hebben het dit weekend gezien. Er zijn zoveel mensen die enorm aangedaan zijn door datgene wat er gebeurde. Allereerst natuurlijk de mensen die dichtbij waren, die het zagen gebeuren. Maar het bericht, dat heeft heel veel mensen geschokt. Het wordt je koud om het hart als je dat ziet. En dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Zeker mensen die eigen kinderen hebben, die kunnen zich voorstellen wat er gebeurt met de ouders als je dat meemaakt. En dan moeten we nog weten dat die ouders het allemaal zelf hebben zien gebeuren. Die hebben het voor hun ogen gezien. Die impact is enorm. Ik heb gisteren zelf een lang gesprek gehad met de ouders. En ja, het is eigenlijk het moeilijkste gesprek dat ik ooit heb moeten voeren. Gebeurt je als burgemeester wel vaker dat je moeilijke gesprekken hebt met mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt. Ook het verliezen van de naaste. Dit was denk ik nog wel heftiger dan de vorige voorbeelden die ik heb meegemaakt. Waar gaat dat dan over? Waar zit het hem dan in dat dit zo'n moeilijk gesprek was? Nou, eigenlijk misschien wel omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Dat ze het zelf allemaal hebben gezien. En dat ze alleen zijn in dit land. Dat ze geen familieleden hier hebben. Nog wel een paar vrienden en kennissen, geen familieleden. En ja, je bent gewend als je rouwt om dat met je naasten te doen. Als die er niet zijn, dan voel je je extra alleen. En hulpeloos. Kinderen waren heel belangrijk voor hun. Ze zitten natuurlijk met ontzettend veel vragen, praktische vragen. Maar eigenlijk is het intense verdriet het meest duidelijke. En ja, dat... Ik heb er gisteren ook de hele dag met een knoop in mijn maag gezeten. Voor het gesprek, maar vooral na het gesprek. Ja. Want het emotioneert u ook? Ja, zeker. Ja. Wat kunt u dan voor deze mensen doen als u in zo'n gesprek zit? Ja, eigenlijk alleen maar luisteren. En ze aanbieden om te helpen bij de vragen die ze hebben. Vragen over hoe ouders, schoonouders vanuit... Het land van herkomst hier naartoe kunnen komen en of ik daarbij kan helpen om dat te versnellen. Want dat type vragen zitten eraan vast. Voor de rest probeer je er zoveel mogelijk te zijn om ze te helpen bij allerlei vragen die ze hebben. Ze zitten in een vreemd land, weten ook niet altijd hoe het gaat. Dus ze hebben ook nog heel veel praktische vragen. Maar dat probeer je natuurlijk zo goed mogelijk hen te ondersteunen. Ja. Dat er ook direct allerlei politieke vragen komen van mensen die oproepen doen van ja, waarom heeft de gemeente niks aan die verkeerssituatie daar gedaan? Waarom kan dit überhaupt gebeuren in zo'n drukke straat met allerlei bussen? Hoe luistert u daar naar dat soort vragen? Ja. Kijk, je moet het allemaal een tijd geven en dat moet je een beetje achter elkaar schakelen. Het is altijd goed om over dat soort onderwerpen te praten, maar laten we nu eerst even focussen op het verdriet zelf, op het verwerken daarvan. Laten we ook afwachten wat de politie naar boven brengt in het kader van het onderzoek dat zij aan het uitvoeren zijn. Dat moet je eerst doen. Overigens, bij de verkeerssituatie hier die ontstaan is na het besluit om de markt naar de beestenmarkt, ja, en de lammenmarkt te brengen, is er een verkeersplan gemaakt. Daar is ook wel goed naar gekeken. Er waren ook verkeersregelaars die ervoor zorgden dat het is te krap om de bussen elkaar goed te laten passeren. Dat dat één voor één gebeurde, dus dat het op een goede manier zou lopen. Heeft ook al die tijd goed gewerkt. Maar in zijn algemeenheid speelt toch dat in een stad als Leiden met hele krappe openbare ruimte. En als het druk is, ja, neemt het gevaar toe. Dat is in zijn algemeenheid al zo. Er ligt nu een bloemenmonument op de Beestenmarkt bij de Steenstraat. Gaat u daar zelf nog naartoe? Is daar nog een moment ook dat er iets met de stad nog herdacht wordt? Nou ja, dat is een van de dingen waar we het wel over moeten hebben. Maar ik vind het heel belangrijk om te horen hoe de familie daar zelf over denkt. Het is voor de stad belangrijk, maar zij moeten zelf daar ook een goed gevoel bij hebben. Die is nu vooral met het eigen verdriet bezig en ik vind dat we ze dat even moeten gunnen.